Ik ben Dave Vobra, ik ben 11 jaar oud, voetbal bij SC Heerenveen 112 en ik woon in Harlingen. Jeugdspeler van de maand, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe is het om jeugdspeler van de maand te zijn van Heerenveen? Leuk, ja. Waarom ben jij het geworden? Ik denk omdat ik een echte winnaar ben. Ik zet altijd door en ik geef nooit op. Davy heeft de afgelopen maanden is hij sterk teruggekomen vanuit de vakantie. Davy heeft sowieso altijd vanuit zichzelf een goede mentaliteit. Het is een intelligente jongen. Weet heel goed binnen het voetbal wat hij aan het doen is en waarom hij aan het doen is. Ook als hij op het trainingsveld staat, hij is altijd heel bewust bezig met waar wil ik vandaag beter in worden en hoe kan ik dat voor elkaar krijgen. Dat in combinatie met het feit dat hij dus een goede mentaliteit heeft, altijd hard werkt voor het team, ook echt een teamspeler is, vonden wij het goed genoeg om hem speler van de maand te maken. En je speelt bij onder 12 dus. Wat voor positie? Verdediger, maar soms ook op verdedigende middenvelder. En waarom ben jij verdediger, denk je? Ik heb het overzicht. Ik kan een mannetje uitspelen en dan ook de beslissende passes geven. Dus. Davy is een type spelverdeler. Davy is een jongen die comfortabel is aan de bal. Daarin ook vaak de goede keuze maakt. Davy is inzichtelijk, is hij erg sterk. Dus in positie kiezen, vaak de vrije ruimte zoeken. Dat zijn wel kwaliteiten die Davy kenmerkt. En in het verdedigen kan hij nog wel beter worden. Hij is in het verdedigen een stukje duelleren, het bal afpakken. Dat is ook nog wel een ontwikkelingspunt voor Davy. En vandaar ook dat hij achterin speelt. Mijn agressiviteit, dat kan nog wel beter. En mijn voetenwerk. En hoe doe je dat? Waar werk je dan aan? Vooral met het wenden en keren. Bij Amina ga ik dan vaak even langs. En agressiviteit gewoon thuis met mijn broertje oefenen. Nou, wat ik al zei, Davy is erg comfortabel aan de bal. Hij weet vaak de goede keuze te maken. Alleen hij mag in de eindfase mag hij nog beslissender zijn naar voren toe. Wat vaak zo is dat hij de oplossing vaak dichtbij zoekt. Wat hij nog moet leren is om groter te kijken en ook beslissender te zijn in assisten en in goals naar voren toe. En in het verdedigen, wat ik al zei, is dat hij vaak is hij erg lief en voor zijn medespelers. Alleen dat is hij nog ook vaak voor zijn tegenstanders. En daarin mag hij soms nog wel brutaler zijn richting de tegenstander. Ook in het duel wat agressiever zijn. Dus dat zijn er wel zeker twee verbeterpunten waar hij nog mee aan de slag kan gaan. En dan jijzelf, een nieuw gezicht bij onder 12. Hoe ben je hier terechtgekomen en ben je al lang ook in het trainersvak actief? Nee, ik kom vanuit het CIOS. Ik heb 2 jaar stage gelopen binnen de jeugdopleiding hier. Ik ben 2 jaar geleden begonnen bij de onder 13. Ik heb vorig jaar de onder 15 gedaan. Dit jaar heb ik in gesprek met de club heb ik mijn ambities verteld waar ik heen wou. De club dacht daar hetzelfde over. En op die manier ben ik hier tegengekomen bij onder 12. Ik vind het ontzettend leuk om met die jongens bezig te zijn. Ja, je zit nu bij onder 12, maar wat is jouw grote droom? Om bij SC Heerenveen onder Delft het eerste te voetballen. Het eerste, ja. Wie is jouw voorbeeld, het eerste? Joey Veerman en Drees Fiets.